Heb je op de BBB-aflevering ook veel reacties gehad? Um, nou, dat viel wel mee. Kijk, de tegenwoordig zijn het de standaard Twitter-reacties. Uh, uh, ja, dat je een, een, vanuit, vanuit de deugdhoek uh, opereert en met dat soort van kletskenhoek. En dat je niet tegen je verlies kon, zeiden ze ook. Ja, dat heb, dat heb, ik, dat heb ik dan weer gemist. Het kan mij helemaal niks schelen. Kijk, ik geloof niet dat het goed is voor de Nederlandse democratie, dat is nou heel wat anders. Maar ik heb niet in de hand wat de kiezers besluiten. En ik heb vaak genoeg heb ik het over de democratie gehad. Uh, de democratie, denk ik ook in, in, de, in de best draaiende democratieën ter wereld, dat zijn de kleine West-Europese landen. Die, die maakt wel moeilijke jaren door. En dat heeft toch te maken met de opkomst van het populisme. En dat ligt echt vooral aan het feit dat het populisme. Voor een groot deel bestaat, althans naar mijn idee, uit, uit sentiment. Begrijpelijk sentiment, maar sentiment. En dat het zelden of nooit gekoppeld is aan concreet beleid. Wat gaan we nou eigenlijk precies doen ja. om de problemen op te lossen. die aan de wortel liggen van het populisme? Maar heb je niet ja. gelezen dat mensen je negatief vonden over BBB? Ja, dat heb ik natuurlijk wel gelezen. Maar eh, ik begreep ook uit de krant, er stond een leuk stukje in. ...ik geloof van de, de ombudsman van de krant... ...dat ook de NAC enorm veel problemen had gehad met van... ...het zijn oudere kiezers die laag opgeleid zijn. Schandelijk, arrogante praatjes uit de randstad... ...het zijn allemaal piepjonge, extreem dynamische mensen... ...met de allerhoogst denkbare opleidingen. Nee, natuurlijk. Maar mensen halen twee dingen door elkaar. Namelijk doodnormale electorale analyse... Uh, zowel leeftijd als opleidingsniveau spelen in de electorale analyse nu eenmaal een heel belangrijke rol, omdat je daar heel veel uit op kunt maken. Uh, het is niet zo dat alleen in Nederland wat oudere, lager opgeleide mensen populistisch stemmen. Dat zie je overal. Of je nou naar Frankrijk kijkt of naar de Verenigde Staten, dat zie je overal. In, ...daarin is niet impliciet het waardeoordeel... ...oh, laagopgeleide mensen, de storm om voor de duvel te handen. ...nee, want als ze goed geluisterd hebben, heb ik dat nooit gezegd. Integendeel, er is niet eens een directe relatie tussen... ...laagopgeleid en dom en hoogopgeleid en slim. Ik ken massa's mensen, hoogopgeleide mensen... ...ik ken eigenlijk alleen maar hoogopgeleide mensen, denk ik... ...die ik goed ken... Die zijn lang niet allemaal even snuggen. En omgekeerd heb je laag opgeleide mensen die, die heel intelligent kunnen zijn. Maar bijvoorbeeld door sociale omstandigheden, zeker als ze wat ouder zijn, komen ze toch weer uit een andere wereld van de jaren 40 en 50. Zijn ze niet opgeleid, of althans laag opgeleid. Maar nogmaals, niemand zegt dat laag of hoog opgeleid noodzakelijkerwijs gecorreleerd is aan dom of slim. Daar ging het ook helemaal niet om. Het is een heel andere categorie, laag opgeleid en oudere personen. Ja, het is, het is nu eenmaal zo dat overal de populistische stem in hoge mate bepaald wordt door oudere mensen die laag zijn opgeleid. Als je nou naar Trump-stemmers kijkt, of dat je in dit geval dus naar, naar de bekende ste ontevreden stemmers in Nederland kijkt. Ja, dat is zo. Maar daarvoor heb ik niets. Ik heb helemaal niet gezegd: ja. Yeah. Je kunt het wel zien, allemaal zo stom. de stom om voor de duivel te dansen daar. Nee, dat heb ik helemaal niet gezegd. Zo wordt het wel opgevat. Ja, zo wordt het opgevat. Maar daar snijden we een heel ander probleem aan. Namelijk, en dat is natuurlijk bij Twitter vrij uitgesproken het geval. De slechts denkbare interpretatie wordt altijd verzonnen. En daarvan wordt altijd aangenomen dat dat de juiste interpretatie is. Ik moet je zeggen. Als je wel eens naar Twitter kijkt, dan, dan moet je toch verzuchten. Lees nou eens iets goeds. Lees het goed. Luister goed. Het is vaak van een, van een kinderachtig soort van automatische reactie dat het niet deugt, dat het allemaal leugenpraat is. We hebben ook een brief gekregen. Dat het die godvergeten elite in de Randstad is, die het zo moeilijk maakt. Kom op. Het probleem is juist met veel van die ontevredenheid. Veel ontevredenheid is heel concreet en die hebben we trouwens uitgebreid behandeld. Je kunt moeilijk zeggen dat ik in de afgelopen maanden het niet gehad heb over ontevredenheid, over het functioneren van de Nederlandse overheid. Maar een deel van die ontevredenheid is diffuus. Het is dat diffuse gevoel wat je ook altijd, als je, als je in, laat zeggen, in de perifere gebieden van Nederland optreedt, dan tref je dat altijd. Je kunt er ook heel makkelijk op spelen. Je kunt ze ook wel een beetje plagen natuurlijk. Dat, van, dat er een soort wonderlijk minderwaardigheidscomplex leeft ten opzichte van de Randstad. Wat soms best lacherig behandeld kan worden. Maar wat soms ook tot een soort, tot een soort enorme woede leidt. Van schandelijk, zoals wij, zoals wij behandelen. Terwijl ik zou zeggen, maar ik geef toe dat is puur persoonlijke subjectieve waarneming. Een van de meest wonderlijke aspecten van Nederland vind ik ook in die gebieden waar het economisch bepaald niet dynamisch toegaat, ziet Nederland er heel welvarend uit. Als je in Amerika komt, in gebieden waar het bepaald niet dynamisch toegaat, en die zijn er heel wat in Amerika, ziet het er altijd ontzettend aanmoedig en verwaarloosd uit. Maar dat is in Nederland eigenlijk helemaal niet het geval. Als me nou iets opvalt in de periferie. Is dat daar in Nederland ook keurig goed geschilderd? Helemaal... Wat wil je daarmee zeggen? Want de onvrede neem je daar niet mee weg. Nee, zeker niet. En, en, maar die onvrede is dus toch wel enigszins diffuus. Kijk, de onvrede over de opgeheven bushalters, de ziekenhuizen die slecht bereikbaar zijn, dat zijn allemaal dingen die ik goed kan begrijpen waar we het ook over gehad hebben. Is Nederland de afgelopen kwart eeuw slordig bestuurd? Ja, ontzettend slordig bestuurd. In allerlei denkbare opzichten. Maar er is meer dan dat. Het is ook een soort diffuus gevoel. Maar wat is diffuus? Dat, dat er geen duidelijk focus is. Er zitten geen scherpe lijnen in. Het is een gevoel. We voelen ons niet happy. Gelukkig. Dat, dat is het eigenlijk. En, en het, het, ik, ik vind het vaak heel erg vaag. He. Nogmaals, die, die concrete ontevredenheid, daar heb ik alle begrip voor. Dat is uh, de, zeker aan onze overheid. Kom, op algemenere thema's had het kabinet uh, Rutte 3 moeten blijven zitten. Nee, natuurlijk, dat spreekt voor zich. Dat is een hele droevige zaak dat die man niet inziet dat het klaar is. Ik hoop dat, we, dat het nu geleidelijk aan stap voor stap wel wat duidelijker wordt. Dat is allemaal heel goed begrijpelijk. Maar er is meer dan dat: het is ook, er is ook een vaag gevoel van. Wij horen er niet bij, zeker. He? Ja, eh, ik moet altijd denken aan, aan die businessclub in Ude die mij uitnodigde. Eh, ik zei, waar moet ik het over hebben? Ja, zei ze, eh, hoe kunnen wij Randstad worden? Ja, in Ude kun je heel moeilijk Randstad worden. Dan moet je naar Randstad verhuizen. Dat zou je trouwens tegenwoordig niet meevallen gezien het huizentekort. Ander probleem natuurlijk ook, gevolg van ongelukkig beleid in allerlei opzichten. Wat overigens al decennia oud is in allerlei opzichten. Uh, nee. Maar waarom wilde u de randstad worden? God mag het weten. Hier is ook niet alles gebeurd. Vanwege, vanwege dat, dat gevoel van dat, dat daar geweldige dingen gebeuren, denk ik althans. Maar dat is natuurlijk niet zo. Ik heb ook vaak genoeg bij die lezingen uitgelegd dat de periferie van Nederland grote voordelen heeft. Je kunt het zomaar te parkeren. Eh? Tot voor kort waren de huizenprijzen natuurlijk ook nog wel te behappen. Terwijl dat in de randstad al lang niet meer het geval was. Dus dat het is een lastige zaak.